Ja. Ja, verschrikkelijk. Ik zag het zelf vanuit mijn tuin en dan denk je gelijk, hier is iets ernstigs aan de hand. Zo'n enorme rookontwikkeling die het in de verre omgeving te zien was, dat kan niet goed zijn. En dat blijkt ook. Een enorme brand hier op het industrieterrein heeft echt een impact ook in onze samenleving voor de ondernemers die hier zitten. Dus verschrikkelijk. Ja, de brand woedt in een bedrijfsverzamelpand. Is waarschijnlijk uitgebroken, luidt de informatie nu, bij een bedrijf wat kunststoffen verwerkt. Dat waren ook de knallen, wordt gezegd door de brandweer. Is overgeslagen naar een houthandel en ook nog naar een meubelmaker. Zijn er nog meer bedrijven getroffen, dat u weet? Nou, dat weet ik niet precies. Er zitten hier natuurlijk meerdere bedrijven op dit bedrijventerrein. Ik weet verder niet welke bedrijven er precies allemaal getroffen zijn. Maar dat de bedrijven getroffen zijn, en hard ook, dat is heel duidelijk. En dat is een verschrikkelijk gevoel. En dat gaat ook door merg en been als je ziet dat ondernemers eigenlijk machteloos toe moeten kijken hoe hun levenswerk in vlammen opgaat. Hebt u al gesproken met mensen die in de getroffen bedrijven werken? Ik heb wat mensen gesproken, ja. En dat is ook heel, heel naar om te zien wat dat met mensen doet. Dat is een soort onmacht eigenlijk die ik al benoemde, omdat zo voor je ogen te zien gebeuren. En dan staan de tranen in je ogen. Maar ze zijn er wel goed uitgekomen of waren zij niet binnen? Nou, voor zover ik weet is iedereen daar inderdaad goed uitgekomen. Dus de mensen die ik heb gesproken in ieder geval wel. Het is ook goed om op dit moment gewoon soms even naast mensen te staan. En dan hoef je niet altijd te praten, maar dan moet je er vooral zijn. En dat doet u op dit moment? Iets anders kan ik ook niet doen.